Goedemiddag, mijn naam is A. Vandaag sta ik ergens op september 2018. Krijg f van x is 4 kwadraat plus 2x min 8. Gewoon x is x derde min x plus 10. A en b is een punt dat behoort op beide grafieken. Ja, en heeft dezelfde raaklijn in, aan die twee grafieken. Wat is de rico van die raaklijn? Daar moeten we eerst punt A en b in zoeken. Dat doen we door de functie aan gelijk te stellen. Dan vind je de waarden die door beide grafieken aangaan. Stel f is gelijk aan 7x, betekent 4 kwadraat plus 2x min 8 is gelijk aan x tot de derde min x plus 10. Als je dat allemaal aan de ene kant krijgt, krijg je x tot de derde min 4x kwadraat plus min 3x plus 18. Is 0. Daarvan gaan we de nulpunten zoeken. Als je merkt, als je getallen optelt, 1 min 4, 3, 10 kan je nooit 0 krijgen. Dus 1 en min is geen optie. Dan gaan we even proberen met de waarde 2. Dus eerst de waarde 2, 300. Dus 1 min 4, min 3, 18. Als je het even wil, krijg je 1. Die wordt 2, krijg je min, min 2. Hier krijg je min 4. Krijg je min 7 en dan krijg je min 14, is geen 0, dus 2 is geen optie. Dan ga ik met min 2 gebruiken, dus 100. Dus 1, min 4, min 3, 18. Krijg je dus 1. En dit wordt min 2, min 6. Dit wordt dan 12. Dan heb je hier 9. 9 maal min 2 is min 18, 0. Inderdaad, min 2 is je eerste mogelijkheid. Nu hier krijg je x kwadraat, min 6x. Plus 9, dat is een merkwaardig product, dus x min 3 kwadraat. Dat betekent, er zijn twee x-waarden die je dan wilt doen, namelijk de waarden min 2 en 3. Ja? Nu a zal min 2 en 3 zijn. Nu, we moeten dezelfde raaklijn hebben. Hoe bereken je raaklijnen? De richting van een raaklijn is altijd de afgeleide in dat punt. Daarvoor gaan we voor de raaklijnen de afgeleide berekenen en de functiewaarde invullen, dan krijg je de richting van de raaklijnen. Dus daarvoor gaan we de afgeleide berekenen. Afgeleide van f van x is 8x plus 2, gewoon afleiden van functies, 8x plus 2. G van x wordt dan 3x kwadraat min 1. Ja. We gaan het eerst berekenen voor min 2. Dus als je min 2 invult in de afgeleide, krijgen we de eerste afgeleide 8 van min 2 plus 2. Is dat gelijk aan 3 keer min 2 kwadraat plus 1. Je merkt duidelijk, negatief positief kan nooit oplossing zijn. Dan gaan we bij 3 goed proberen. Bij 3 heb je dus. Eerst krijg je 8 maal 3 plus 2. En aan de andere krijg je dan 3 maal 3 kwadraat min 1. Dat is 2 keer 26 als je uitrekent. Dat betekent antwoord is P. Rico is 26, antwoord P. Dank voor de aandacht. Nog een keer. Bye bye.